Giacomakis bij VVV terug van de Interlands. Itakura is ook een mooie prijs geweest. Hij heeft met Jong Japan een wedstrijd gespeeld waar hij twee keer met het hoofd scoorde. Dit zijn de mannen die gaan beginnen met Dekker, Koen, Da Graça, Gelmi en Pagonik. Jansen, Machesh en Schever. Schever moet de taak overnemen van Danny Post. Giacomakis en Vido van Krooi die veel doelpunten maakt tegen Groningen. Nou ja, regelmatig bij betrokken is bij de afgelopen vier wedstrijden drie keer. Wat zijn statistieken? 22 punten heeft de VVV acht keer op rij verloren. Dat is allemaal bekend. Er is nog een gat tussen Emmen en VVV. Een gat van 7 punten. Maar er is ook Emmen in betere doen. En VVV is dat bepaald niet. De mannen van Groningen eigenlijk ook met een 5-3-2. Maar we maken er ook 3-5-2 van. Kan ook Gudmundsson en Elan Kouri op de flanken. Matosiwa, Soeslof. En voorin Da Cruz en Strand Larsen. En achterin Te Wierik, Dammers en Itakura. El Messaoudi noemde ik u nog niet. Groningen even op zoek. En VVV dat er snel probeert uit te komen. Dammers voorkomt dat. En dit is de schietkans voor Soeslof. Gudmundsson, een aardige voorzet. Groningen gevaarlijk. Bal op de bovenkant van de lat. Elhan Kouri. Steeds beter. Steeds gevaarlijker. Steeds dreigender. Maar dat kan allemaal nog meer en nog beter. Mooie voorzet van Gudmundsson. Die werd daar weggehaald door Da Graça, maar niet echt lekker. Het middenveld bekijkt van VVV. Daar is, met Jansen, met Schever en met Machesh. Nul doelpunten. De enige man die doelpunten maakt is hier ook in de weer. Een poging om dat te doen. Giacomakis. Zit hem in het zijnet. Zo. Matosiwa. Dat is meteen een kaart. Al vroeg in de wedstrijd. En dat lijkt me een correcte beslissing. Dat betekent dat Matosiwa meteen vanaf het begin van de wedstrijd moet uitkijken. 30 oktober 2010, toen was het hier een reuze spektakel. Was het ook de laatste keer dat Groningen hier wist te winnen. Met 5-3 deden ze dat. Stelt lastig, goede loopactie, goede bal ook. En in de handen uiteindelijk van Kiesbaum. Niet te lastig, hoek was moeilijk ook om van daaruit succesvol te zijn. El Messaoudi, sterk, wint het makkelijk van Meshesh. Strand Larsen, nee, uiteindelijk niet langs. En deze had al geel, ja ik zei het al, hij moet uitkijken. En binnen 20 minuten kan hij vertrekken. Hoe houdt hij het vol? Dat was de vraag, zo snel geel te pakken. En nu met de aanvoerdersband om. Binnen 20 minuten van het veld af. Grote tegenvallen voor Groningen. Dat levert een kans op. Kansje. Bal van achteruit door Gilmi doorgespeeld. En Machesh, man die niet te veel kracht aan die kopbal kon geven. Geblesseerd Danny Post. Dat is lang overgedumpt of hij toch niet mee kon doen. En daarvoor zat Guara. Ook hij kan dus niet meedoen. Pagonik. Maar nu. Ja, hij kwam er daar achter het standbeen langs. Toch wel aardig voorbij. Door de benen gespeeld. Tobias Pagonik. Huppatee. Dat vindt Gudmundsson niet echt grappig. Da Graça. Want die de jeugdopleiding doorliep bij Arsenal. Daarna IFK Göteborg. Strand Larsen. Soeslof. Soeslof van grote afstand. En een behoorlijk stuk naast. Koen. Cool.
Da Graza moet verdedigen ten opzichte van Strand Larsen. Strand Larsen is hem de baas. En die schiet hem daar. U ziet het en u hoort het in het zijnet. Hoekschop kort genomen. Nog geen beste poging van Dekker. Nou, tenzij je de R omver wilde schieten. De R zit in de maand, maar niet meer in dit rijtje. Roemer kreeg hem van Da Graza. Roemer, ja, dat is aardig. Maar net als aan de zijkant ondervindt hij dat het veld eindig is. Maar we zien dat soort acties toch eigenlijk van beide kanten veel te weinig. Het is een schaakspel. Arias, kijk, dat doet hij goed, maar dan moet Roemer die bal wel meenemen. Ah, dat doet hij goed. Roemer, en nu? Een bal goed voorgeven. En dat lukt dan weer niet. Goeie actie van Roemer. Roemer. Ja, als die bal dan goed valt, is dat met de voet gespeeld of is het een penalty? Nou, daar zal nog wel naar gekeken worden. Dan kiest VVV een keer voor de diepte. En dan wordt het meteen gevaarlijk. Even kijken hoe het is met Giacomakis. En of er sprake is van een overtreding. Roemer met het balletje. En dan de ingreep van Dammers. Ik denk op de bal. Ik denk op de bal. Ja. Da Cruz in de richting van Strand Larsen, die bezig is met zijn laatste minuut. Roemer. Roemer. En pat. Ja, als er al iets gebeurt, dan komt het van de zijde van deze jongeman. Ja, daar is hij. De voorzet waar de hele wedstrijd op wacht. Van Krooi die de bal niet goed raakt. En dan komt hij nog een keer in de buurt van Giacomakis. Maar nu was het veel lastiger. VVV gaat meer risico nemen. En waarom ook niet. Scheven. Da Graza. Pagonik. Weer Da Graza. Jansen. Dekker, goed gedaan. En goed gegeven ook. Goed gedraaid door Giacomakis. En dan moet hij toch binnengeschoten worden door Roemer. Dammers haalt hem weg, of was het de Wierik? Hier het momentje waarop Giacomakis hem afschuift op Roemer. En dan is inderdaad de Wierik die de bal daar weghaalt. Itakura. Ineens Groningen met heel veel mensen daar op de helft bij VVV. Het Dankerlui. Er is nog wel wat energie in de tank, kan ik me zo voorstellen. Goed gedaan van Elankouri. Wat een geweldig schot. Ha! Een zondagschot op zaterdagavond. Met een man minder en met verdedigende wissels is daar ineens Mo Elankouri. De man die verweten wordt dat hij zoveel dingen goed doet. Behalve dat hij niet effectief is. Nou, daar heb je hem. En daar zijn ze bij Groningen natuurlijk super blij mee. Wat een klap voor VVV. Wedstrijd erbij, maar geen punten. Tenminste, jawel, dan toch de 1-1. En dat mag je dan toch op zijn minst wel verdiend noemen. Even kijken of de treffer ook blijft staan. Maar het is zijn eerste. Roemer.
is wel wat VVV verdient. Maar er wordt gekeken. Giacomakis, als hij de bal hier raakt, staat Roemer buitenspel. En als Roemer er dan mee vandoor gaat, dan vrees ik het ergste. Is het Giacomakis die hier de bal raakt? Is dat het geval? Ik denk het wel. Het is buitenspel. Ja, Giacomakis. Oei, 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 oei. Je hebt al leven! Je hebt al tijd afgenomen! En ben je nu degene die door de bal met de teen aan te raken? Zo verpest. Natuurlijk gaan we nog even door, want er is gekeken. Ik denk wel anderhalve minuut. Dus mag VVV nog een keer. En is het John die de bal nog een keer kan inzetten? Gaat voor eigen geluk, vrees ik. En dat is er natuurlijk niet van die afstand. Da Graza moet de bal van ver dan maar zo zien in te zetten dat Arias er nog wat mee kan. En Arias heeft hem wel. Koen. Nog een keer Jansen. En nu, laatste kans. Scheven. Ja, geeft die bal aan de zijkant, zodat hij dan uiteindelijk voorgegeven kan worden. Roemer. Erlangs. Ja, ja, erlangs. En dan Giacomakis die bal net voorlangs komt. En dan zit het inderdaad. VVV bepaalt niet mee. Bij Groningen zijn ze super blij, want ze weten ook wel dat dit toch een beetje gestolen overwinning is. Waar VVV voor de 9e keer op rij een wedstrijd verliest in de Eredivisie. En dat is nog nooit gebeurd.